Susanne Kluver, we zijn in het Geneve Museum. En de expositie heet Blauw van de Genever. Moeten de mensen zich al zorgen maken? Uh, nee, denk ik niet, toch? Blauw van de Never uh, slaat in dit geval op uh, Dels Aardwerk: uh, Flessen die gemaakt zijn in de stijl van Dels Blauw. Dus uh, vandaar de titel Blauw van de Never. Wat is jouw betrokkenheid bij deze expositie? Ik was voor deze uh, expositie de gastconservator. En uh, dat heeft natuurlijk ook wel een beetje te maken met mijn achtergrond. Dat ik uh, vooral in het verleden uh, heb gewerkt als conservator. Uh, en eigenlijk nog steeds doe. Uh, met uh, Als hoofdonderwerp blauw en Chinees porselein. Maar je zit op de Hoogstraat en daar doe je wat anders. Daar doe ik wel iets anders, ja. Ik ben ook nog eens lijstenmaker. En dan verkoop ik ook nog uh, uh, vooral keramiek en, uh, en kunstvoorwerpen uit Japan. Maar dan terug naar deze expositie. Hoe komt dat allemaal bij elkaar? Ik zie zulke mooie dingen. Ja, nou het Chinees Museum is gewoon rijk aan heel veel mooie objecten. Dus deze, deze objecten die we hier zien, behalve één bijzondere bruikleen... Uh, komen uit de collectie van het Geneven Museum. Maar dan even de titel nader verklaard. Blauw van de Geneven, Hoe moeten we dat interpreteren? Uh, nou ja, Blauw van de Jenever. Het zijn bijna allemaal Jenever- of liqueurflessen uh, En allemaal in de Dels-blauw stijl. Uh, dus vandaar Blauw van de Jenever. Dat, dat wijst eigenlijk een beetje op dat Dels-blauw. En natuurlijk, Blauw van de Jenever is ook een beetje een knipoog naar als je iets te veel Jenever uh, hebt gedronken, dat je wel een beetje blauw, <laughs> blauw ervan raakt. Hè. Dus, uh, dus dat is een beetje de knipoog in de titel. Even naar dat Delfts Blauw, hè? wat is daar nou het bijzondere van? Wat is zo mooi eraan? Nou, Delfts Blauw is natuurlijk ontzettend uh, bijzonder... omdat het is een soort kopie van Chinees porselein. Dat komt dan vanuit de 17e eeuw naar Nederland. Wordt in Delft van de hoogste kwaliteit nagemaakt. Wordt Delft ook heel beroemd om, hè? daarom noemen wij het tegenwoordig Delfts Blauw. Uh, dus ja, die, die enorme lange traditie die nog steeds eigenlijk doorgaat... Dat maakt het materiaal heel bijzonder. We doen al meer dan he, 300 jaar, maken we dus uh, dit type aardewerk in Nederland. Dat beschilderen van dat aardewerk, wat zijn dan zo'n beetje de onderwerpen? Uh, ja, nou ja, als we het hebben hier over de tentoonstelling, wel echte klassiekers ook. Dus dan zien we Koningshuis, dan zien we molens, landschappen, uh, bijzondere gebeurtenissen, personen, uh, dat soort onderwerpen. Ja, uiteraard, dat, dat blijven ook vandaag de dag nog steeds de meest populaire onderwerpen die worden geschilderd. Hè, als je gaat kijken naar uh, de objecten die je vandaag de dag nog in de winkels kunt kopen. Is dat nou te leren, omdat uh, dat beschilderen van die vazen en potten. Ja, uiteraard. Er ja. Uh, uh, zijn hele speciale opleidingen voor. Uh, onder andere bijvoorbeeld bij uh, uh, zo'n fabriek als de Porseleinen Fles, misschien wel bekend in Delft. Uh, daar gaan mensen intern op in opleiding. En zo'n opleiding duurt echt jaren. Hè. Dus voordat je een volleerd schilder bent, dan uh, heb je heel, heel veel meters uh, gemaakt. Dan gaan de mensen denken van: nou, het is een soort tussen kunst en kiets. Hier zitten waardevolle spullen tussen. Is het nou heel erg waardevol of zijn het leuke prijzen of is het helemaal niet te koop? Sowieso niet te koop. Natuurlijk, in een museum zijn de objecten nooit te koop. Uh, en over waardes worden in musea eigenlijk nooit, uh, nooit echt uitspraken gedaan. Uh, maar ik kan natuurlijk wel zeggen... in een museum hoeven dingen niet meteen heel erg veel geld waard te zijn. Het gaat vaak om het verhaal. Uh, objecten kunnen heel waardevol zijn voor de geschiedenis... en, en daar iets over zeggen. Dus uh, nou, ik vind het wel een waardevolle collectie uh, die ik hier zie.